Yo, kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van The Legend of Zelda Breath of the Wild. En in de laatste aflevering slash stream hebben wij vrouwenkleding gevonden, zoals jullie hier kunnen zien. Dus heb je dat een beetje gemist, kijk even de vorige stream. En dan kan je het gewoon zien. Staat straks in de eindnotaties van de aflevering. En druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog, want we gaan vandaag weer een hele leuke aflevering van maken. In de stream hebben wij hier ook, bij deze als het goed is. Nee, dit is een hotel. Is dit een juwelier? Er was hier ergens een juwelier. Volgens mij is dat hier vooraan. Nee, ook niet. Er was hier een juwelier. En bij de juwelier hebben wij een topaz earring gekocht. En met die topaz earrings kunnen wij nu niet meer geraakt worden door elektrische schokken. Maar we gaan hier naar binnen. Want ja, ik weet niet of we nou al gewaardeerd worden. Er komt in ieder geval een cutscene aan. Met een vrolijke strijder. En is dat de koningin? Oh. Wauw, of de prinses. Oh, Gerudo Chief. De Gerudo Chief is dat. Oké. Yet another traveler. Ja, ja. Oh, ze heeft ze me door. Ja, ja. Is even door. Oeh, de cutscene, jongens. What's gonna happen here? You stand before Lady Ryu, Chief of the Gerudo. Declare your business, but come no closer. Hold on, Beleria. This one appears to be more than a common traveler. You there, what is your name? Ik ben Link. Link! And what is it that you've come all the way here to tell me, Link? I can come... Oh, dat is dat ding natuurlijk. You think you have... What it takes to subdue something so powerful as a divine beast. Ja, ik heb er een gepakt, jongen. The only ones who could ever control them were champions like Lady Urbosa. And all of the champions died in the calamity 100 years ago. Maar ik ben ook nog een hero. Beleria, a memory just jumped into my head. Something my mother spoke of. When the calamity happened, the princess of Hyrule placed a fallen swordsman into a deep sleep. That swordsman, much like our new friend here, was named Link. There would always seem more legend than fact. But, Lady Ryu, do those same stories not also say that a Hylian champion carried a legendary sword? I see no such a weapon in this person's gear. They do indeed. If I recall correctly, it was called the sword that seals the darkness. What? The princess of Hyrule supposedly hid it away in the middle of a deep fortress. What of the device... On this one's hip, it appears to be a precious relic of the Sheikah. I can't imagine they would have given something so valuable to a simple drifter, can you? I don't remember ever hearing of a Hylian Va'a among the champions. But that's the beginning. Wait a moment, you're a foe! Nay, a foe within our walls is a great crime, but a foe who is a champion, well, we'd never mistreat a friend of Lady Urbosa. And if you're here to help us with Narboris, then we are allies. You saw it on your way to our town. Divine beast Vanarboris, cloaked in a massive sandstorm, hurling lightning at any who dare to approach. We have to do something to stop it. But we have yet to find any way to appease the divine beast on our own. If you truly are a champion, perhaps you will be able to enter Narboris and calm its anger. Lady Ryu, I don't see how you can trust a complete stranger with something as important as this task. Perhaps, if this poor person were first to prove his worth by recovering your stolen thunder helm. What? Ah yes, an interesting suggestion. Daar kan ik vast wel mee helpen. You see, there's only one thing in all of Hyrule that can withstand the lightning from Narboris. The thunder helm, a family heirloom and a relic of the Gerudo. But as the Beleria says, it was stolen from us. You needn't worry, Lady Ryu. If he's truly a champion, this should be an easy task for him. Ja, dat gaan we doen. Our soldiers can tell you all you need to know about the thieves who stole Lady Ryu's heirloom. Head through this arch, it will lead you to the barracks. Then seek out Captain Teak and ask for a full report. Without my heirloom, you'll never be able to approach Narboris. Heh, you know. I take heart in having such a rare visitor as yourself. Lady Urbosa must be looking out for us. Oké, okay, nice. Ze denken nog steeds dat ik een vrouw ben. Laten we naar de kapitein gaan. Volgens mij is dat ook een vrouw, of niet? Ik denk het wel. Hier wordt gestreden. Is dit de kapitein? Hallo?
Melena, Savaak. Nee, dit is niet de kapitein. Oké. Okay. Ja, prima, 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 prima. These are the soldiers. The Molduga and the Menacing Beasts. Bla, 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 bla. Goodbye. Ik kom hem later wel een keer tegen. Even de Gerudo. Waar is die kapitein? Niet hier. Oh, wacht, die zit daar. Man, waarom keek ik niet gewoon op mijn minimap? Hey, hier is de kapitein. Oh, jongen, die is gespierd, gek. What are you doing in here? This is the barracks for the Cheese Guards. Not a place for tourists to gather. We're on high alert after the recent theft, so you should clear out. Ja. Waarschijnlijk mijn hulp nodig, denk ik. What? Balleria sent you? My apologies, I'm the officer in charge of all soldiers, Captain Teague. The chief's heirloom was stolen by thieves belonging to the Jiga clan the other day, so everyone is on edge. We determined that the Jiga's hideout is in Curso Valley, but the soldiers are all exhausted, so I was just thinking about requesting some extra help. Nou, dat gaan wij dus doen. Hey everyone, listen up! The Zilean Vi has agreed to help us, so offer her any information you can. Consider yourself a part of our unit. If you have any questions, my troops will be happy to help. Okay. Maar goed, laten we even kijken. Hey, I haven't seen Barta. Where's she gone off to? She said she was going to scout the thieves' hideout, but then she left before we could say anything. Now that I think about it, she's been gone for 2 days. I wonder what happened to her. You are serious? Are you serious? Why did you let her go by herself? And why did you wait 2 days to report this? I apologize. She said she just wanted to check it out and would be careful. So I thought, ugh. Okay. Blah, blah, blah. Oh, 100 laps. What should we do? I'm thinking about it. Okay, nou. En laten we even kijken wat die te zeggen. Pant, pant, pant. Bobby's real tough. Nou, deze hebben niet veel bijzonders te zeggen. Dus we gaan gewoon lekker hier langs. Ze komen nu in dit straatje. Waar ook wat winkels zitten volgens mij. Of zijn dit gewoon normale huisjes? Ik zie hier wel allemaal... Hier, dit is een vrouwtje. Maar we gaan deze kant op. We gaan hier de stad, denk ik, zomaar even uit. Kunnen we hier de stad uit? Nee. We moeten hier langs. Waar moeten we trouwens naartoe? Even kijken. We moeten helemaal daar naartoe. What the fuck? Laten we maar even dan hier naartoe gaan, denk ik. Travel. Yes, we're gonna travel. We're gonna fast travel. Oké. Okay. Dus we moeten de... Daar helemaal naartoe om een item te gaan vinden. Het is net alsof we dus nou weer die hele route moeten doen van de Zoras. Die in een paar afleveringen hiervoor zijn geweest. En dan moesten we ook echt gewoon een hele route met allemaal beesten langs. Maar goed. Darko Shiste Shrine. En we hebben toch warmtekleding aan. Maar hier is iets anders wat we graag willen gebruiken. Kijk, dat zijn deze beestjes. Ja, ja. Hallo. Nee, niet weggaan. Alsjeblieft, niet weggaan. Alsjeblieft, niet weggaan. Ga nou niet weg. Fucking hell. Misschien moet ik er zo gewoon weer opspringen. Net zoals bij de rest ook altijd. Hey, en Varuta kan ons weer healen. Dat is wel fijn. Niet weggaan nu. Niet weggaan. Niet weggaan. Fucking hell. Moet ik nou die hele desert door? Omdat ik opeens zo'n beest wil. Man. Ik wil gewoon op jullie rug. Oké, ik ga er volledig achter. Zo rechtstreeks. Ja. Let's go. Ja, ja. Nou wordt het leuk. Oké, we gaan dus gewoon richting dat punt. En we kunnen hier gewoon langs. Oh yeah, wat is dat? In de woestijn. Oké. Nou, hier kunnen we opklimmen, toch? Zo. Ik weet alleen niet wat dit is. Vreemd, vreemd, vreemd. Ja, ja, ja. Oké. Gaan we hier naar boven klimmen. Gaan we kijken of we hier een hideout kunnen vinden. En hier zitten volgens mij ook planten die we gewoon... Nee, die plant kunnen we niet verzamelen helaas. Dus dan weer jammer, hè. Allootjes. Kijk eens aan. Ah, hier. Ik zie hier ook helemaal geen treasures. Helemaal niks. Oh. Ja hoor.
Waar de fuck is die? Oh, daar komt die. Bam, 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 bam. Ja! Oh, hij had volgens mij best wel een goede boog. Een doppelingsboog. Oh. Hey! Mighty bananas. Die moeten we trouwens even eten. Mighty bananas. Zo, mooi. Maar we hebben geen ruimte meer voor een boog. Even kijken. Hallo. We kunnen deze wel droppen, denk ik. Zo, 14. Deze is sowieso sterker. Yeah. Hallo. Zitten hier monsters? Ja, ik weet dat ik hier niet mag komen, maar fuck dat. Hallo. Hier zit volgens mij de hideout. Kun je... Oh nee, 3 stuks. Waar de fuck komen ze? Oh, shit! Oké. Ja. Dat is eentje neer. Oh, shit. Oké, pak hem. Oh, dankjewel, Varuta. Your Guardian Sword broke. Wat hebben we nog meer? We hebben... Fuck, what the fuck moeten we met een soeplepel? Deze nog maar. Oh, fucking hell, man. Boom. Nee. Komt hij daar? En we gaan weer met een tikkie. En bam. We got him. We got him. Oké, nice. Mighty bananas. En hier liggen allemaal murkies. Allemaal monies. Oh. We hebben alweer 2000 rubies. Buzz. Lekker. Maar we missen nu wel de kracht van Varuta. Dus we moeten hem even opslaan. Even zo. Ja, safe. Mag je even mij even opgeslagen worden? Zodat we hier gewoon straks weer verder kunnen gaan. Oké, we zijn nou hier. We gaan dichter de base in. En ik denk dat het alleen maar moeilijker wordt. Oh, hier is een altaar. Hier zit sowieso een witch of zo. Kunnen we hem hier pakken? Een torch. Hey. Oké, wat moeten we hier doen? Misschien moeten we maar even een andere boog even droppen. Nee, deze moeten we equippen. Zo. Oké. Ik weet niet wat de fuck we hier moeten doen. Dus we gaan gewoon even kijken. Hey! Dat moeten we dus doen. Gewoon met ons vlammende wapentjes moeten we gewoon al die grotten gaan kapot slaan. Zo. Hè? Zo. Staat in de fik. Hey, hier moesten zijn dus. Maar die andere tunnel was dus helemaal niks. Even kijken hoor, want hier zit een skat. Alsjeblieft, laat iets heel leuks in zitten. Een purple rupee, dankjewel. Zo. En hier iets van spullen. Nee, helemaal niks. Dit is nog wel het sterkste wapen wat we op dit moment hebben. Dus misschien moeten we even uitkijken. Kunnen we... Ja, we kunnen die torch trouwens aandoen. Kijk, doen we gewoon deze. Zo. En dan gaan we gewoon even al die gordijnen langs. Volgens mij zit er ook achter eentje gewoon een enemy of zo. Kijk, zoals hier. Hoppakee. Oh. Hallo, wat zit hier achter? Oh, ik sta aan de fik. Ja, ik wist het gewoon, hè. En dan krijgen we wel wat spulletjes uit, dus dat is prima. Zo, hallo. Ja. Hallo. Hey, nog een kissie. En wat zit daarin? Daar zit in een sapphire. Nice. En we pakken weer even dit mooie wapentje. Zo. Oh, nog 2. Er zit sowieso ergens zo'n ninja achter. Zo. Hup. Ja. Ja, nee, alleen maar vleermuizen, maar dat vind ik nog niet zo erg. Kijk, want daar krijgen we deze merk van en die hebben we ook nodig. Yeehaw, de laatste. Wat hebben we hier? Oké, zo. Zo. En hier zit er niet achter. Hier zit er niet. Ah, nee, alleen maar fucking hell. Oh, jij bent er ook nog eentje. De torch is badly damaged. Oké, mooi. Oh, hier zit nog wat.
Dat is een torch. Aangelaten voor de rest maar gewoon. We gaan gewoon lekker naar boven. We gaan naar boven. En er zullen vast wel hier geheimen zitten. Oeh. Er zit hier iemand vast. En wat is dit? Kunnen we met haar praten? Hey! What are you doing here? This is a hideout of those Giga thieves who stole the Thunder Helm. If they spot you, they'll call their friends for sure. So there's no way you can take them all on. If only you had some way of distracting them, but I don't know how. All I ever see them do is patrol and eat bananas. I haven't seen anything else that you can exploit as a weakness. Listen, this place is dangerous. You should get out of here while you can. I can take care of myself. Ja, doei. Kunnen we haar niet uitlaten of zo? Hoppakee. Even gewoon die potjes kapot slaan, jongen. Fuck that. Nou, oh, holy shit. Die zien er fucking sterk uit. We're gonna do this. We're gonna do this, yo. We're gonna do this. Ik ga zo'n gast killen. Fuck that shit. Oh, what the fuck? Oh ja, hij roept zijn vrienden dan natuurlijk. Oh nee, alles is dicht. Ja, dit wordt leuk, dit wordt leuk. Oh fuck, dit wordt heel lastig zo. Bam. Oké, en nu hebben we over... Ja jongens, dat wordt echt een slecht idee. Ik heb alleen nog maar mijn Ancient Battle Axe. Oh nee! Ze zijn wel fucking sterk trouwens. Oh, en die is ook al bijna kapot. Nee, oh banana. Banana. Waar de fuck is die? Oké, we moeten weg hier. Die vent is sterk! Wat de fuck heeft hij voor wapen? Waarom ben ik nog zo fucking noob met dit wapen? Oké, wacht. Wat hebben we nog meer? We kunnen hem aan. We gaan hem gewoon verslaan met onze double axe dan maar. Fuck. We're doomed. We were for the eye of the Giga. Oké, we moeten hem dus wel gewoon afleiden. Dat is duidelijk, oké. Maar hoe we dat gaan doen... You have to tell me that, oké? Oké. Oké, we zijn hier weer. We gaan gewoon naar boven. We hoeven niet meer met haar te praten. We kunnen gewoon die banaantjes oppakken. We hoeven niet speciaal te vechten. Zo. Bam, bam, bam. En... Boom. Nee, fuck that shit. We gaan er gewoon omheen lopen. Kijk, we hoeven helemaal niet te vechten, jongen. We hoeven helemaal niet te vechten. Kijk, we kunnen gewoon zo droog langs. En hij heeft helemaal niks door. Hij heeft helemaal niks door. Oké, dit wordt lastig trouwens. Ja, wacht, we hebben een methode. Boom. Ja, hij loopt. Ah, sukkel! Oh. Oké, wacht. Er moet hier wel iets zijn. Oh, dit zijn twee guards. Wacht, we kunnen hier naar boven. Oké, ja, jongens. This is gonna be some shit, yo. Wat hebben we hier? Oké, we kunnen hier boven langs. Maar wat houdt het verder? Oh, banana! Banana! Allemaal banana's. Die kunnen we natuurlijk gooien straks. En een kist. Wat zit er in die kist? Een topas. Oké, dit was heel slim. Nu kunnen we een stukje gaan vliegen. Maar ik weet niet of het heel erg slim is om te doen. Oké. Daar kunnen we naar boven. Daar willen we naartoe. Als we nou gewoon die daar gooien. Zo, hallo. Boom. Oeh, wat gaan we dit doen? Er zijn echt gewoon vier van die gasten hier. Niks door. Ja. Nice. Oh, fijn. Dit wordt kut trouwens. Hey, wacht, er zit in de kist. Ze worden afgeleid door banaantjes. Daar komt het dus op neer. Dus we moeten even kijken of we ergens weer iets kunnen gooien, kapot kunnen... Throwen, zodat ze misschien
bananen gaan zoeken. Zo werkt dit toevallig. Boom. Nee, dit werkt niet. Waar, oh waar? Hier is een ton. Hier kunnen we hem toch gewoon naar beneden gooien dan. Zo. Drop. Boom. Wacht. Bananen. We hebben heel veel bananen gekregen, dus die moeten we gaan gebruiken. We hebben er 31. Hold. En drop. Oh, wacht. Beter idee. Zo. Hold. En drop. Kijk hem dan, kijk hem. Doei doei! And we did it again. En wat zit hierin? Een sleutel? Alsjeblieft sleutel. Of de helm? Nee. Aan de banaantjes. Oké, okay, we moesten hiervoor hier naartoe. Nee, toch? Hier is nog een secret. Een boog. Nee. Huh? Iets moet er hier zijn. Maar ik weet niet wat. Wat is dit? Oh, wacht. Hier is een rood lampje. Ik weet niet wat we hier moeten doen. Oh, wacht. Er zit een kist. Ah, hé. Hey, en daar zit nog een secret. Oké, kunnen we die openen? Goed dat het staat. Ja, er zit een topaz in. Dankjewel. Kijk, dus die. Kunnen we ook gewoon... Geheime deuren, hè. En die. Hoppakee. Eruit. Mooi wat kisten looten. En daar zit in. Een ruby. Nice. Verder niks meer hier, denk ik. Oh, fijn. Hier gaan we vechten, denk ik. Dit lijkt mij een vechtparcours. Of iets. Lijkt mij. En ik ben niet goed bewapend. Tegen de Chica Clan. Ja. Dit wordt sowieso een bos. Oh, ze hebben een gat. Hey. Hallo? Nee, er komt een of andere dikke. Oh, die vent. Hij is nog niet echt altijd sterk, volgens mij. Lijkt me. Who the heck are you? And what are you doing in my napping spot? Oh, sorry. Wait a minute. That thing on your hip. Is that... Could it be a Sheikah Slate? If it is a Sheikah Slate, then... That means... Yeah, it's you. You're the Ling guy. I've been looking for. Hey, what luck. My scouts are out in the field looking high and low. But you just wander into my hideout? Oh, nee. Oh, excuse me. I haven't introduced myself yet. Worden we nou vrienden? Volgens mij, I am the leader of the Jiga clan. En hij wil me sowieso doodmaken. The strong, the burly. The one, the only. Jiga clan. Master Koga. Now prepare yourself. Oh nee, hij gaat met me vechten. Oké. Wat de hel? Oké. Komen de bananen uit of zo? Is dit het? Oké. Nee, er komt niks uit. We pakken wel gewoon een pijlenboog. Zo simpel is het. En dan valt hij op zijn kop. Hey. En dan pakken we hem gewoon. Bam! 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 En hij gaat weer terug. En boom. Oh, is dit het? Serieus? Oh, wacht. Bam! Wat? Oké. Als hij op neerkomt, echt waar. Boom. Voilà. Oké, wacht. Hij geeft op. Ah, nee. Hij is boos. Hij is very boos. Wat doet hij nu? Hij heeft er 2. Oké, leuk. Even kijken. Oh, dit is leuk. Kijk, dan moet hij op hem vallen en dan valt hij naar beneden. Oké, duidelijk. Du-d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 u.
Oké. Okay. Boom. En dan valt hij op zijn kop. Bam. Kijk. Ja hoor. Je bent te obvious. Cap. Maar moeten we even een beter wapen hebben, man. Hebben we echt geen beter wapen? Nee. We pakken even deze zo. Dan gaan we even naar de bogen. En dan pakken we onze sterkste boog. En dat is deze. Zo. En we hebben nog 7 pijlen. Ah, dat komt vast wel goed. Boom. Kijk, want dat doet veel damage. En dan doen wij nog even extra damage. Zo, bam. Bam. Oké, nou nog een keer. Prima. Ik vind je nou best wel easy, meneer Master Koga. Boom. Ah, nee, dus gaat er net... Oh, wat? Nee. Oké. Next round, next chance. Hij is nog bozer. Ja. Ja. Die zat er aan te komen. Dan gaat hij waarschijnlijk zijn schild gewoon op hem houden. Oh, wacht. Boop. Ja, doei. Hé, hey, moet je opletten. Kom. Deze zat er echt aan te komen. En we hebben een updateje. Lekker. Oké, hallo meneer Koga. Oh. Boom. En dat was hem al. Oké. Lol. Who would have thought I'd be done in like this? And by this guy, of all people. You think I'm just going to let this stand, do you? Nee. I almost lost my temper there. Ach, what a pain. I can't go out this way. What to do? Geef me gewoon die helm en ik ben weg. Ah, I got it. Oh, hij is een bad boy. Gaat lachen. I need to bust out my serious move. A secret technique taught by my father's mother's father. It will destroy you. This is the end. Oké. Nee. Oh, nee. Wat is dit? Oh, hij gaat alles opblazen. Wat? Hij heeft nog een grotere bal. Oké. Aha. Maybe it's just a tad too big. Are you still over there? Well, no matter. Pretty soon you'll be gone for. And not just from my line of sight. Only the leader of the Giga Clan can use this secret technique. It's the... Nee. Really? Coward. I shall be remembered. The Giga Clan will track you to the ends of Hyrule. What the fuck? Wat een... Hey, we got him. Geniaal. Deze boss battle was echt geniaal, jongen. Ik moet hier toch wel even een traantje voor wegpinken. Even kijken wat er in die kist zit nu. Thunderhelm! Yeah, we got him. Divine Beast Faruta. Nice, we hebben het gedaan. Moeten we haar niet even bevrijden? Nee. Nou jongens, ik denk dat dit deze aflevering weer samenvat. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik vond het echt genieten. Doe even een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Laat even natuurlijk een reactie in de beschrijving, onder de beschrijving achter. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En abonneer voor meer. Later.